En ik denk dat je gewoon verplicht bent om hier te winnen van Go Ahead Eagles. Ja, komt wel hard aan. PSV verliest punten, dus ja, kan je gewoon uitlopen. En ja, 1-1 mag gewoon niet, ja. Als je puur naar het resultaat kijkt, was natuurlijk, is het een slecht resultaat. Thuis Ajax tegen Go Ahead Eagles, die mag je in principe niet gelijk spelen. We waren niet scherp genoeg, vind ik zelf. En ja, dan is het gewoon lastig om, tegen elke ploeg, want ja, het komt niet vanzelf, zeg maar. Het is niet dat we, ja, dat we vanzelf telkens 3 punten pakken. Daar moet je ook gewoon voor vechten. Ja, we zijn gewoon niet scherp genoeg, vond ik. Ja, ik denk dat je gewoon moet uitlopen nu en, op PSV. En dat is gewoon heel irritant dat dat niet is. Ja, je loopt 1 punt uit, maar ja, dat moeten gewoon 3 punten zijn. En ik denk dat je gewoon verplicht bent om hier te winnen van Go Ahead Eagles. Ja, dan wil je sowieso wat doorwisselen ook om spelers weer te brengen. Omdat je hoopt dat die dan uiteindelijk wel dat gaatje gaan vinden of de individuele actie hebben om dan toch de 2-0 te maken. Dat gebeurde niet. En ja, en dan komt er een counter van de tegenstander, wat eigenlijk normaal voor ons goed te verdedigen moet zijn. We staan volgens mij in de 6-4 zelfs. Ja, dat leidt dan tot een van hun enige doelpogingen. En dat wordt dan een goal. Je hebt het net echt, je moet vechten voor die punten. Hebben jullie vandaag gevochten? Nee, we zijn gewoon niet scherp genoeg geweest. En waar ligt dat aan, denk jij? Ja, dat kan ik nu niet 1, 2, 3 zeggen. Nee. Laten we dan positief afsluiten. Waren een paar mooie dagen, hè, bij het Nederlands elftal. Ja, dat zeker. Ja. Je bent een international. Ja, klopt. Maar ja, dat zegt niet zoveel. Nee, want uiteindelijk speel je ook weer gelijk tegen Go Ahead Eagles. Dus, ja, precies. Ja. Top. Nou, ik zie je dinsdag weer. Tot dinsdag.